Mark 31-25 winst. Aan de zijkant te zien een makkelijke wedstrijd. Nou ja, dat was het zeker niet. Het was even passen en meten. We hadden ook een aardige lijst aan jongens die niet konden spelen. En dan valt ook Luca Grof nog na een paar minuten uit. En ja, dan mis je ook al bijna een hele opbouwrij. Maar goed, het is niet erg. Die andere jongens hebben het fantastisch opgepakt. We hebben ons goed voorbereid op Volendam. En die jongens hebben het heel gedisciplineerd opgepakt. We hebben geen gekke dingen gedaan. We hebben geen makkelijke doelpunten weggegeven. Dat was vorige week tegen Sascha het probleem is dat we goed speelden, aanval en dekking. Maar dat we een paar technische fouten maken, waardoor Sascha hele makkelijke doelpunten konden maken. Dus we hebben gezegd, weet je, we willen Volendam. Geef ze geen makkelijke doelpunten, laat ze knokken voor ieder doelpunt. Want ze hebben natuurlijk ook veel blessures, ze moeten met de meeste mensen doorspelen. Ja, en het grote gevaar ligt bij Jan Jozef en Dani Baijens. En dat hadden we super onder controle. Dus ja, dan loop je naarmate de wedstrijd vordert, loop je steeds verder uit. Maar het was wel, het kost een hoop kracht, maar het was wel een goede overwinning. Luca Grof is al een blessure eigenlijk van op training, zou op dezelfde plaats zijn. Moeten de supporters van de OC Lions zich zorgen maken? Nee, dat denk ik niet. Het was gisteren op de training ook gebeurd, of eergisteren, en daar had hij nog last van. En ja, voor de wedstrijd ook zat het niet lekker. Ja, dan valt hij ook nog op zijn rug. Ja. Ik ga ervan uit dat als hij deze week behandeld wordt, dat hij volgende week weer fit is. En de andere jongens, dat ze ook weer aan boord zijn. Maar dat maakt niet uit. We hebben het gewoon, de rest van de jongens hebben het super goed opgepakt. Trots op rustig die jongens zijn gebleven. Samen voor ieder punt gevochten en de dekking goed dicht gehad. En absoluut verdiende overwinning. Tot slot, je bent wel een coole kikker, maar toch, je hebt 4 jaar bij KRAS Volendam gezeten. Dat moet toch wel iets doen als zij naar hier komen? Ja, natuurlijk. Hè. Je hebt er 4 jaar gezeten. Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb heel veel jongens heb ik begeleid in al die jaren en heel veel tijd ingestoken. Ja, ik heb nog met een aantal jongens veel contact en daar help ik ze ook nog om in hun ontwikkeling verder te komen. En, ja, dat is voor mij gewoon het belangrijkste. Maar ja, natuurlijk, weet je, het is altijd lekker als je tegen jouw club wint. Zal ik zeker niet ontkennen.